Voor de, wel even allemaal je etenswaar opruimen, hè? Dat mag wel. Ik wil deze zelfs groot. Goed. Nou ja. Microsoft zou Microsoft niet zijn als ik niet een puinhoop van gemaakt had. En dat hebben ze zowel, op meerdere manieren soms hele krullige dingen gedaan. Ik sta niet geweest hetzelfde veel. Het begint al met Lyon. Het is vaak zo dat qua fabriek wil je die dingen kunnen testen. Dus dan zit er extra, tegenwoordig heb je ook, J-tagging en allerlei andere faciliteiten, embedded devices, waarmee je dan een soort debugging mode kan starten, kan testen of je het doet, eigen code, toch kan draaien, dat je ook als fabrikant niet gehinderd wordt. Dus wat doet die console vooral? Beter zeg maar alleen in de eerste consoles. Tralala, die boete van een externe ROM. Die kan aansluiten. Nou, je kan de flash reprogrammen. De crypto deugt niet. Al die dingen die ik net genoemd heb. Ze wisten niet eens hoe een proces werkte. Die is wel heel leuk. Hoe lang zat terug? De A20 gates. Ze wisten niet eens hoe een PC werkte. In het algemeen. En het barst van het programmeerfout. Ja, dat is natuurlijk niks aan te doen. Dat is complex als software, dus dat weet je van tevoren al dat er gaten in zitten. Maar de manier waarop ze ermee omgaan is dan niet zo. Actual hack, nou ja, weet dat je doet. Die allereerste Xbox, triviale actie. Je koopt een rommetje met daarin de gehackte versie die zegt van vooral zo doorgaan, alles is goed. All the party on the western front. Je stond eerst een en klaar. Ik kan herinneren wat je wil. Dat gaat. Dus de ROM vervangen. Dus wat doet Microsoft dus? Vervolgens. Ze halen dat weg. Dat kan. Dat is nog niet eens zo'n probleem. Je kan dat tegenhouden dat je een externe ROM. En je moet je echt voorstellen, als ik me goed herinner, op de eerste versies van de Xbox zaten op de uitsparing op het moederbord waar je zo'n beetje op kon duwen. Dus daar had ze niet helemaal goed bij nagedacht dat iemand dat daar misschien wel eens open zou kunnen maken om ernaar te kijken. Deze is heel leuk. Nou, daar zouden jullie nu alles vanaf moeten weten. Naar het verhaal van Oscar. Ja, toch. T gebruikt dus als een hashing algorithm in plaats van een crypto. En T staat voor Tiny Encryption Algorithm. Als er iets is wat je niet moet doen, dan is het wel encryptie-algoritme gebruiken om te hashen, of vice versa. En het vermoeden is dat Microsoft letterlijk zoiets heeft gezocht van tiny algorithm for encryption of zo. En dat ze gewoon op de eerste link hebben geklikt en dat gebruikt. Zonder te lezen van wat voor het voor doet. Echt een belachelijk voor woorden. Maar het meest basale ondersteuning van wat encryption en hashing is, ontbraakt blijkbaar. Die Powerbird is hopelijk de stupide bird. Ja, het enige wat je dus doet als je de flash wil veranderen, of die crypto, dus die crypto wil abusen, je kan gewoon naar je eigen code in flash gaan jumpen. De flash kun je nog uitlezen, dat is nooit zo'n probleem. Nou, dan zoek je gewoon een collision, je herschrijft de flash met je eigen variant, dan kun je jumpen naar een willekeurige plek in het geheugen. Ja. Je weet ook als je kan jumpen naar waar je wil met het geheugen, hoef je alleen maar te zorgen dat daar je eigen code staat. Ergens je eigen code kan uitvoeren, dan is het afgelopen. Nou, dit is echt een fantastische. Ik weet niet hoe ze dit over de rest van die dingen, hoe krijg je het voor elkaar? Normaal gesproken, als een processor aan de bovenkant van het geheugen komt, dan stopt hij al met uitvoeren. Het geheugen haalt dat op en dat is het. En AMD-processoren doen dat keurig. Alleen Intel heeft lang geleden, echt heel lang geleden, uit de begintijd, verzonnen. Nou, vanwege dat programmeertrucjes en zo, is het wel menselijk dat ik gewoon weer terugspringt naar de rol en doorgaat met executen. Ja. En omdat Microsoft op het laatste moment besloot, nou we gaan niet met AMD in zee voor de processoren, maar met Intel,
En omdat ze niet fatsoenlijk documentatie kunnen lezen, waarin staat dat Indo-Pasteur echt anders doen, dit gedrag, ja, begin je gewoon weer in het geheugen uit te voeren van een wel. Op een gegeven moment kom je bij code die niet gecontroleerd wordt, op dat moment, de virtual machine, ja, gaan we dan gewoon aanpassen, jumpen naar onze eigen code en ze praat gekraakt. Dus ja, ze weten blijkbaar niet hoe de passen zo werken. En het is niet een edge case, hè? Even wat duidelijkheid. Dit is document, dit is well understood, zoals dat in het Engels heet. Dit is prima bekend, dit gedrag. Het zijn gewoon echt duplets van fouten, als ze niet bij stil hebben gestaan. Het vermoeden is dat het ook niet alleen gewoon ja, general incompetence, zoals dat zo mooi heet ook weer, maar incompetentie is, maar ook gewoon de druk om het op tijd af te krijgen. Zou het ook niet gewoon zijn? Volgens mij dat het merk zoals eerder de eerste echte poging in hardware die ze zelf in huis hebben ontwikkeld. Ze zijn gewoon gewend uit het verleden alle fuck-ups die ze maken, zowel in de software om dit kunnen fixen dan. Ja. Met die filosofie. Nou, als ik een euro had voor iedere keer dat Microsoft wel dacht, dan dacht ik in ieder geval een euro. Deze is ook leuk, de A20 kerk. Heeft iemand daar nog van gehoord? Ja? Niemand? De A20-keten is iets wat in je keyboard zat, het AT-tijdperk, en tegenwoordig in software wordt gedaan. Ik steeds hadden het niet, AT's hadden het wel, de oude computers behoopt. Omdat je toen voor het eerst meer dan 1 meg geheugen moest kunnen aanspreken, en hadden ze een trucje gevonden via een ongebruikte adreslijn, die via toetsenbord werd. Met dat geregeld, daar kon je ook je toetsen uitwisselen. Dus nu ik steek je AT. En dan verschoof de plek, de bovenkant van het geheugen verschoof, een stuk van het geheugen, boven die 1 weg, kwam dan in één keer een klein stukje naar voren, zodat de processor daarbij kwam. Dus dat schoof gewoon een blok van 64K naar voren. Boven die 1 weg, zo'n à la bank switching, een beetje. Als je daar weer even aan drukt. Dus dan kon je een blok waar je normaal gesproken niet bij kon met de processor. Boven die 1 weg, maar binnen die 1 weg schrijven en erbij. Ja, dat is dus. Dat was bij design. Dat was gewoon nodig, want ja, het bestuurssysteem kon anders niet bij dat extra geheugen wat dan toen ook al in je PC zou kunnen zitten. Nou ja, wat Microsoft even was vergeten, is dat alle passers worden, PC-passers, dit ondersteunen. A20 kent dat. Die moeten dat ook ondersteunen. Dat zit gewoon met de spec. Het werkt zo'n processor niet eens fatsoenlijk, is niet eens per se compatible. Dus wat deden ze? Ze sloten gewoon de A20-keten aan. De Xbox, waardoor de plek waar de processor bijvoorbeeld execute in 1964K eerder lag, maar niet gecontroleerd werd, waar je eigen code dus weer kwijt kon. Dit is echt van die dingen die al 25 jaar minimaal bekend zijn. Hè? Die ze toch echt wel, ze zouden toch echt wel beter moeten weten. Want dit hebben ze zelf gemaakt, dit soort dingen. Bedacht. Chamber First, dat doen we niet aan. Die zijn ook weer, kwijt. En dan beginnen we eens over de OS en de games. Ja, het probleem is natuurlijk. Ja, er is een hoop code, die wordt gewoon gesigned. Maar ze wisten al best wel wat PKI was hoor, dat is het niet. Dus ze hadden ook keurig dat de code gesigned werd. Enzovoort. En zo is het van, oh, volgens zijn geen code. Dat is data, dus die zullen we niet te signen. En games, ja. Ja. Je zit natuurlijk ook vol met fouten. Ja, het vervelende is, games staan ook wel eens data op. Dat heet dan een CK. En die werd ook niet gesigned. Dus de clue was, wat gingen ze proberen? Kijken of er in de save game handling van die games, of in de handler, dus de software, het besturingssysteem die de fonds afhandelt, of daar bugs in zitten. Ja, tuurlijk zitten daar bugs in. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om via corrupte fonds of een corrupte save game, de meest bekende zijn de MechWarrior truc en de game om te doen, om een speciale save game daar neer te zetten, een speciale corrupte save game. Waarvan de game crasht, je vervolgens weer af de SD-kaart
wat dingen kan laden en of de DVD draait en vervolgens gewoon je console kan laten doen wat je wil. Dus alsnog weer je eigen code kunt uitvoeren, omdat je buiten die, ja, die site vereisten en alles kan, buiten die chain of trust weer bent gebroken. Dus ook dat is niet zo moeilijk. En het punt is, op het moment dat je het naar buiten kan breken, en je kan dus ook bij die flashgeheugens kappen, kun je gewoon de flash herschrijven. Dus even, ik heb dat nog niet expliciet gezegd, maar even voor de duidelijkheid. Omdat je die chain of trust weet te breken, dus dat die verificatie er niet meer is, overschrijf je gewoon de flash vanuit je besturingssysteem, wat je dan zelf hebt geladen op dat moment, met je eigen code, en ja, dan is het afgelopen. Dan is de kans al goed gekraakt, want je flash staat dan gewoon je eigen code die helemaal geen controles meer doet op dat moment. Ja, dan heb je controles. Dan heb je gewoon een gehackte Xbox. En zo werken die ook, hè. De standaard hack is dat je van iemand een MechWarrior cd'tje leent en je neemt de SD-kaart mee, want die corrupte zeker, je laat die zeker. En je kan gewoon vervolgens Linux of je hebt een Evolution X en allemaal die gehackte dashes. En die installeren, dan heb je in feite je eigen besturingssysteem varianten neergezet. Eigen dash. Het is compleet in kaart, de check of trust weer gebroken enzovoort. Nou, je kan dus die flash chips herschrijven. Waarom kan dat nou? Want Microsoft die weet prima wat kernel in user mode is. En de hypervisor die had eigenlijk moeten beschermen dat games in kernel mode draaien. Maar op de een of andere bizarre reden laat Microsoft, liet Microsoft ertoe dat games gewoon in kernel mode draaien. En het vermoeden is, ja, weet je wel, dat zijn die vermoedens, daar krijg je natuurlijk nooit een duidelijk antwoord op als je dat vraagt, of zelden. Is dat, ja, ze dat toch een performance rekening hebben gedaan. Of een game, het wenselijk is dat een game direct bij hardware kan, maar je snapt vanuit een beveiligingsoogpunt. Is dat niet de meest ideale situatie. Maar dat betekent dus wel, op het moment dat je daar buiten weet te breken, dat je dus dat kan doen, hè, wat ik net zei. Het herschrijven van de flash. Van de hardware, klaar. We zijn er nu toch, dus overschrijf de flash even. Ja. Dus een hele rare beslissingen, nog steeds van structurele beslissingen die ze hebben genomen, zijn een beetje vreemd. Nou, wat is de praktijk? Tegenwoordig, het is, om even op de Xbox te blijven, het is heel simpel om zo'n ding te kraken. Microsoft heeft van alles geprobeerd om te voorkomen dat mensen dit denken. Ze hebben dus die, op een gegeven moment die kopenbanen, waarbij je dus een externe rol. Ze hebben een paar keer hebben ze een dashboard blijven patchen. Dat je een dashboard, dat je niet vanuit het dashboard met die fontloader kon zien te groeien. Maar ja, op het moment dat je, en voor duidelijkheid, op het moment dat je dit soort fouten hebt zitten, gewoon op een hardware-architectureel niveau in feite, houd het op. Dat kun je niet oplossen. Want dat is nou eenmaal hoe jouw console werkt volgens de specificaties, hoe de hardware werkt, en daar is geen oplossing voor. Dus het is altijd te kraken. Nou, ze zijn nog steeds in gebruik als mediacenter enzovoorts. In die reden. Nog steeds populair. Of als servers. Nou, de PlayStation 3. Heeft dat een PlayStation 3? Het is wel typisch dat dat altijd de minste handen zijn. Als je de vraag geeft aan de Xbox, maar veel meer handen. De PlayStation 3 is, op het moment dat die aangekondigd werd, had iedereen zoiets van, wauw hoor, met goede specs. En dat is ook een vrij dik apparaat. Nog steeds voor weinig geld. Het is nog steeds een helemaal custom gemaakt apparaat. Dat wil zeggen, de hardware speciaal ontwikkeld. Voor dat ding GPU's apart ontwikkeld. Er zit behoorlijk wat geheugen in. Maar 256 meg. Het lijkt weinig, maar natuurlijk voor een game is het heel veel. Het is compatible, de oude modellen. Met eerdere versies, het runt al gewoon een beetje later af. Het heeft HD-TV uitgehangen. Het is een vrij dik aangeleid apparaat. Wat kreeg je dus? Mensen hadden zoiets van, waarom willen we dat kraken? Homebrew, want het is weer een interessant apparaat. Ondanks dat het een custom CPU enzovoorts is het een architectuur die wel bekend is. Er is een architectuur die erin zit. En daar is wel heel veel standaard software voor. Je kan er Linux op draaien enzovoorts.
Dus wij zouden zoiets van, oh nou, dat is dan de opvolger van de Xbox voor die ranking clusters. Even heel simpel gezegd, dan kunnen we daar ranking clusters van maken. Dat is ook gebeurd. En Sony had zoiets van, die zien we aankomen. Dus we bieden Other OS aan als feature. Als je de oude versies van de PlayStation 3, voordat ze dat weggekwetst hebben, kon je gewoon Other OS kiezen, Linux gebruiken en Linux eraan. Nou, dat stelde geen klap voor, want wat had Sony nou wel gedaan? Je had vervolgens geen hardware toegang vanuit Linux. Dus dat is echt, het was een beetje een red herring, het was een neus, het hele verhaal. Ja, waarom de dingen hacken, privacy, uiteraard, Teen Strainers. De Sony PlayStation Network, Media Center Features, wat ook Sony zag al aankomen, ja, die mensen hebben ook wel op zich een legitiem punt als ze dat ding als een Media Center moeten gebruiken, vanwege die specificaties. Dus we gaan dat inbouwen. Dan kun je ook een interface in Sony, heb je ook die afspelmogelijkheden, als je een PlayStation Port hebt, ziet het er allemaal hetzelfde uit enzovoorts. Maar ja, waarom willen mensen nou toch een eigen Media Center draaien? Het vervelende aan die mediacenteroplossing van Sony is. Ja, trek het even breed. Je bent afhankelijk van Sony voor de ondersteuning van formaten. En je moet je voorstellen, op het moment dat Xbox Media Center, als ze daar ondersteuning in bouwen voor een nieuw videoformaat, om iets te noemen, dan, of een nieuw audioformaat, kan iedereen dat meteen gebruiken. En hier moet je wachten tot Sony een keertje, zoiets zei van, wow, komt ook je. En nu gaat het weer niet bij. Dat wil je, daar zijn we dus zelf al mensen op wachten. Dus dat laat ik ook gebruiken. Ze zijn enorm, maar dat is wel legitiem of niet. Zo net de redenen om te hacken. De protection van PlayStation 3. Sony is ook gek. Die hebben echt wel geleerd van Microsoft. Die hadden goed gekeken naar wat er allemaal niet deugde aan de Xbox. Dat was wel bekend. Dus ze hadden een hypervisor geïmplementeerd en op een goede manier. Hardware access wordt echt geblokkeerd. Je kan niet zomaar direct bij de CPU geven enzovoorts. Wat dus de mensen die Other OS poleerden niet erg happy maakt. Encryption signing. Structureel doorgevoerd in alles. En dan ook sterke encryption signing gebruiken. En de hele chain of trust daar dat in verwerken. En nog de mogelijkheden voor uitbreiding. Dus dat er Blu-ray firmware checks in kunnen. Nou, als je een Xbox 360 hebt, dan gebeurt dat ook. Dan gaan we kijken of de firmware zelfs gesigned is die in je DVD-lijf zit. Enzovoorts. Dat doet dat de PlayStation 3. Kan dat allemaal. Dus ja, er zit daar heel veel beveiliging in. En sterke beveiliging. Komen dat je het apparaat kan hacken. Spoiler alert, hij is gewoon volledig gekraakt. Nou, de eerste hack was vrij ingewikkeld. Dat was echt een serieuze hack waar het exploitable was. Om het even breed te trekken, heel veel van dit soort dingen. Net zoals bij die Xbox 3, bij die Xbox X, die leiden niet meteen tot succesvol exploit. Wat je nu ziet is een samenvatting van hoe het succesvol ook geëxploiteerd kan worden, die beveiliging. En die PlayStation hack, deze eerste succesvolle inbraakpoging, noem het maar even, heeft niet geleid tot het succesvol kunnen drijven alles wat je wil. Maar leidt in veel gevallen meestal tot het verkrijgen van die informatie waardoor je succesvol kunt werken aan het complete kraken van het apparaat. Dus dat staat hier in feite, het geeft je nieuwe ideeën, nieuwe inzichten over nieuwe mogelijke doelwitten die je kunt proberen aan te vallen als hacker. Nou, dat is gedaan door een geomod. Als je een beetje je PlayStation 3 informatie hebt gevolgd, dan kwam je dat ook wel tegen, denk ik. De Geomet is heel bekend. En wat was hij aan het doen? Die had zijn PlayStation 3 opengesloten. En die had gewoon allemaal elektronische apparatuur om aangesloten op de memory bus. En die was gewoon lekker aan het kloten. Letterlijk gewoon random stroompjes overheen schieten over die koperbanen om te kijken wat dat voor effect heeft. Nou, je zag al in 99 voor 100 keer.
kerst, dan praat gewoon van hel. Dit was niet verwacht. Maar waar kwam hij nou achter? Als hij op bepaalde momenten, met de juiste timing, als hij ging zitten gloeien op die memorybus, kwam hij tot de ontdekking dat de hypervisor niet goed beschermde welke delen van het geheugen zichtbaar waren voor Linux. Waar je stond te werken. Ik snap wel waar dit heen gaat. Op het moment dat jij in één keer op plekken kan komen die de hypervisor niet meer met succes of eigenlijk niet goed afschermt, terwijl hij dat wel hoort te doen, kun je langzaam maar zeker het geheugen in kaart gaan brengen. Want wat staat waar in het geheugen enzovoorts. Dus ik chargeer een beetje, maar daar komt het in de breedste zin op neer. Nou, dat heeft hij op een gegeven moment gepubliceerd, hoe hij dat deed. En wat deed Sony? Snel, andere OS weghalen. Dat mensen dat niet ook kunnen gaan proberen. Dat is natuurlijk al lang, inderdaad, te laat. De cat is out of the bag. Het was dus een kwestie van tijd, want mensen gingen gewoon kijken wat er allemaal te vinden was, voordat er andere manieren gevonden werden. Dus, waar kwamen ze achter? Op een gegeven moment wisten ze genoeg van de code. En kreeg je die jailbreaks, die heb je nog steeds. Die JB, Just Boot en alle van die flauwekul met die USB-keys, is allemaal hierop gebaseerd. Het blijkt dat er in de code die de USB-devices regelt, dus het aansluiten van een USB-device, net zoals je in Windows dan een driver geladen krijgt, dat er een naam aan gegeven, dat is met een zo, dat is eruit met een V5 gemaakt, dat die bevatten een aantal bugs. En een van de meest interessante bugs was dat als je heel snel, je USB-device zich laten voelen als meerdere, dat zijn software trucjes, als je dan maar snel genoeg apparaten aanmaakte, dus in feite aan het inpluchten via software tot die aanstand was, en heel snel vrij maakte, op een gegeven moment crashte dan die USB eraf. En als je dat op de juiste manier deed, kon je, dus gewoon zo van die buffer overflow-achtige dingen, had je toegang tot het apparaat en kon je dus je eigen code gaan uitvoeren. En wat doet die? Just Bootkey, die overschrijft dan de checking code, zodat je de volgende keer het apparaat niet opnieuw weer die exploit hoeft te draaien, maar dat je gewoon je eigen code, die checks eruit zijn waarmee je geprobeerde Blu-rays kan spelen, enzovoort enzovoort. Dus zo werkt die Bootkey. Dat is dus gewoon het gevolg van het vinden, hé, in deze code zit fouten, daar kun je misbruik van maken, enzovoort enzovoort. Wat is hier tegen te doen? Simpel. Als je een PlayStation 3 hebt, om de havenklap heb je firmware update. Ja, dat wordt gelachen. Het is ook echt iemand daar prettig gek van, die apparaten vaak. Je krijgt dus een soort kat-en-muisspelletje. Want Sony die patcht dan zo'n bug en vervolgens pakt ze de volgende bug. Het is maar net zoals bij malware op het internet, die aanvallen. Ze pakken gewoon de volgende bug van zijn plank en ze maken weer zo'n nieuwe jailbreak. En toen Sony was het op een gegeven moment ook redelijk zat. Toen hebben ze een aantal dingen ingevoerd. Dus van ja, die spellen mogen een minimale versie van de firmware vereisen. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet, want die vereiste firmware versie wordt gewoon uit die spellen gehaald. Op het moment dat je een gekopieerde versie hebt, dan wordt de checks eruit gehaald. Dus dat heeft geen zin. En dan blokken we gewoon onze PlayStation netwerk toegang. Die apparaten waarvan we merken dat die firmware van. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt efficiënt te doen. Ook dat kun je doet dan weer gewoon net alsof je de juiste firmware hebt. Ook dat kun je weer emuleren. Dus je krijgt echt zo'n soort, er staat al rinse and repeat. Het is echt zo'n kat en muis, de volgende bugs. Sorry. Het is echt zo'n whack-a-mole. En dat ga je niet willen. Want de hackers hebben veel meer gaten dan Sony op kan lossen. De hele is dus gezien. Nou. Die hackers zaten natuurlijk niet stil, die hadden ook geen zin om een eindeloos kat en muisspelletje uit te blijven voeren. Dus wat deden ze nou? Doorzoeken. Laten we eens kijken wat we met die unsigned code executie doen. Dus dat hacken, waar kunnen we allemaal bij? Nou ja, we kunnen allemaal bij, de hypervisor hebben we al omzeild. We hebben dus unsigned code. Wat kunnen we allemaal vinden? Co-processor. Hé, wat blijkt nou? Sequester konden bij de code komen die signing en zo, die checking van al die. En wat hadden ze nou, wat had Sony nou gedaan? Ik weet niet hoe ze dit al voor elkaar hebben gekregen, gezien de voorhistorie met Microsoft's Xbox
Zij hadden een implementatie gedaan van Elliptic Curve DSA cryptografie, waarbij ze hun random number generation voornamen. Net zoals Debian een tijdje geleden had ook een bug in de implementatie zitten, waardoor de random number generator niet deugde en je voorspelbare antwoorden kreeg op je versleuteling in feite. Had Sony precies dezelfde fout gemaakt en een hele slechte random number generator gebruikt om die signing te doen. Dus, wat betekent dit? Kijk, dat we praten moet natuurlijk vergelijken met elkaar. Hè? Dus je hebt ergens een private key staan. Op het moment dat die random number generation deugt, kun je gaan uitvogelen wat de private keys zijn. Wat is, ja, er staat al een derp achter. De impact van de private keys die op straat komen te liggen. Faal wordt er al geroepen. Op het moment dat de private keys op straat liggen, kan iedereen wel wat die private keys heeft, code zijn. En die PlayStation heeft zoiets van, hey, legaal zijn de code. Gaan we lekker uitvoeren. Kan Sony die keys revoken? Nee, want als Sony die keys revokt, werkt het bij niemand want de PlayStation 3 meer. Kortom, het is afgelopen met de bescherming van het ding. Die private keys die kun je gewoon downloaden op de PlayStation 3. Je kan alle code die je wil zelf signen en die bij je broer heeft. Veel succes. Exit. Dit is nog niet eens zo lang geleden trouwens gebeurd dat ze dat hebben gevonden. Nou, wat had Sony bedacht? Nou, dan gaan we de metaloader en allerlei andere dingen in de bootloader gaan ze het niet meer mee. Lost het probleem niet op. Die private keys liggen gewoon staan, het is gewoon exit. Je kan altijd gewoon signen, ik kan de keys niet revoken. Het is niet zoals een certificaat. En jullie weten vanuit het verhaal van Oscar natuurlijk wat de impact al is van een certificate. Dat is al een hele grote migraine. Zeker certificate authority, wat het in feite is, min of meer. Ja, dat kun je niet doen voor dit gebruik. Dus dat is gewoon afgelopen. Beveiliging compleet verbroken, migraine. Nou. Maar op dat moment dan heb je dus eigenlijk je console niet echt, maar ja. je schrijft dan eigenlijk jezelf je legale software. Ja, jij bent van Sony, voor all intents and purposes. Voelt best goed hoor. Ik dacht ook dat je zo niet bent voor de PlayStation. Maar ja, even heel kort samengevat. Alle programmeurs maken fouten. Maar is dat wel? Het probleem van heel veel van deze dingen is dat de oorzaak ligt vaak in het niet begrijpen van hoe hardware en software werken. En we zeggen het zo vaak, maar hier kun je het echt duidelijk doen. Je zult nou even als je goede beveiliging hebt, dan zul je van alles af moeten doen. Zowel van hardware als software. En vooral ook begrijpen hoe dat in elkaar op elkaar grijpt. Waar het koppelvlak zit, waar de risico's zitten. Waar je rekening mee staat. Want van die belachelijke dingen, als je niet snapt hoe cryptografie werkt, of hoe een processor werkt die je in je handen hebt, daar is geen enkel excuus voor. Daar zitten programmeurs op met 20 jaar ervaring die dan dit soort koeien van fouten maken. Dat is inexcusable. Daar staat tegenover dat hackers onbeperkt resources hebben. Die gaan net zo lang door tot het lukt. Want er was op een gegeven moment ook, AMD, mooi voorbeeld, AMD riep van, ja, de hypertransportbus, de bus tussen de processor en het geheugen, die kun je niet afluisteren hoor, dat gaat veel te snel. Zaten ze op te scheppen. Nou, binnen een aantal maanden hadden ze bij MIT, dat zijn natuurlijk ook heel leuke figuren, die hadden zoiets van, nou dat zullen we wel zien. Die hadden gewoon de hypertransferbus waar ze aan het sniffen. Dus dat soort dingen moet je al helemaal niet zeggen als bedrijf. Maar die hebben ongelimiteerde tijdgeld. En dan ga je nog even uit voor een goede aard. Want die criminele netwerken, die gewoon geld aan piraterij, die zetten hier gewoon geld op tegenover. Die zeggen gewoon, van de criminele netwerken in Azië, Rusland, Estland, die lotsjes maken, de gekopieerde games verkopen, die zetten grof geld tegenover. Die verdienen dat toch weer terug op het moment dat het gekaapt wordt.
Dus je moet ervan uitgaan dat je systeem gekraakt wordt. Vroeg of laat. Nou, er zijn twee oplossingen. Er zijn twee dingen die je als bedrijf eigenlijk moet doen. Dat is dat je ten eerste niet vertrouwt op maar één soort beveiliging. Dat je je keten dus niet van enkele checks laat afhangen. Bedoel, dat kun je zelf ook allemaal wel verzinnen. Dat je gewoon je ketenbeveiliging, de chain of trust, beter opzet. En wat gebeurt er ook? Ja, skip even naar deze. De fabrikanten tegenwoordig die gaan ervan uit dat het gekraakt wordt binnen een x-tijd en die zorgen dat ze dan het geld hebben teruggeïnvesteerd. Dat ze dus niet geld verliezen.